hond thuis. Ik zei, een mooie hond. Ja, zei ze, die is van mijn broer. Ik zei, oh, wat is je broer dan? Ja, dus hij is, die is omgekomen in de eerste dagen bij de slag om Kiev. Kees werpt nog even een blik op het platteland van ons Kiekenlandje, voordat hij weer vertrekt naar huis in Oekraïne. Ik rij hier vanaf Wenschoot via Stadskanaal ter Apel terug naar Emmen. En hier wordt in de sneeuw bieten gerooid. Ik hoop dat ze alles eruit krijgen. En hier aan de andere kant van de weg worden nog aardappels gerooid en ook bieten gerooid. Het zijn behoorlijk natte omstandigheden volgens mij. Volgens mij, dat weet ik wel zeker. Hier staan ook weer aardappelauto's te wachten. Denk ik allemaal voor de AVB, zit hier in de buurt. Hier en daar is de AVB, waar alle zetmeelaardappelen naartoe gegaan. Allemaal grauw en grijs en nat nu. Maar ik ook Oekraïense omstandigheden. Ik ben weer onderweg naar Oekraïne. Vlakbij de Roemeense-Oekraïense grens. En het wordt wat eentonig en wat saai. Maar er staan weer enorme files, of nog steeds enorme files aan vrachtauto's. Twee rijen dik. Dit is aan de ene kant van Siret. Aan de andere kant van Siret staat er nog een kilometer of 15. Het is echt hopeloos. Het wordt een beetje eentonig. Het is geen interessant nieuws meer. Dag in dag uit, al dus twee jaar lang, bijna twee jaar lang, staan hier zulke files. We hebben constant aan tijd en geld in die arme chauffeurs, maar wonen in die cabine en elke keer een paar meter verder rijden. Blij zijn dat het in Europa alle grenzen weg zijn. Anders krijg je ook weer zo'n soort ellende en daar heb je Engels wel meegemaakt. Dat gouden weer verdwijnt als sneeuw voor de zon als Kees dan eindelijk in Oekraïne is. Ik rij hier weer in Oekraïne. Het is prachtig weer. Rijp aan de boom, een beetje sneeuw. Het ziet er prachtig uit. Ik ben weer in Oekraïne. Er ligt ijs en sneeuw en ijs en sneeuw op het water. Dus schaatsen is niet echt een mogelijkheid. Het is tussen de 0 of tussen de plus 2 en min 3. Een beetje vaak wat mistig.
grijzig weer. Dus de hele winter lijkt het een beetje zo te blijven. Nou, dat weet ik ook niet, maar vorig jaar was het eigenlijk ook de hele winter dit weer en eigenlijk nauwelijks vorst gehad. Dat is goed geweest voor het leger, voor de mensen in de frontlinie, voor de mensen in de steden, bij wie de stroom gebombardeerd werd. Het elektriciteitsnetwerk gebombardeerd werd, de warmtevoorziening. Je hebt dus geen last gehad van extreme kou. Dat kan dit jaar natuurlijk nog prima gebeuren. Min 20 was eigenlijk voor ons geen probleem. Dus ja, we zullen het zien. We hopen op het beste. Er is verder niet zoveel te doen op land. Of niks te doen eigenlijk. Hier en daar nog een beetje opruimen. Alle werk is eigenlijk klaar. We zijn begonnen met machines repareren. Met accountants praten. Gisteren was ik nog bij, gisteravond nog bij een accountant. En haar broer is in de eerste dagen van de oorlog omgekomen. Dat had ik helemaal niet verwacht. Ze had een grote hond thuis. Ik zei, een mooie hond. Ja, zei ze, die is van mijn broer. Ik zei, oh, wat is je broer dan? Ja, dus hij is omgekomen in de eerste dagen bij de slag om Kiev. Dus zo kom je die oorlog eigenlijk onverwacht, nou ja, onverwacht. Maar niet onverwacht, maar wel overal tegen. Ja, en toch wel een beetje onverwacht ook. Dus ja, dat zijn volgens mij dingen die als je in Nederland bij de accountant komt, niet direct verwacht. En hier hadden we het natuurlijk ook niet willen hebben. Ja, en verder is het rustig. Wij ondersteunen verder het leger. Net nog een warmtekijker gekocht voor de luchtafweer. Kost iets van 10.000 euro. Dat is voor de luchtafweer hier bij ons in de buurt. En die kunnen dan zien waar die Shahid drones die door Iran gemaakt zijn en inmiddels door Iran naar Rusland verkocht zijn en inmiddels ook in Rusland gemaakt. Die kunnen ze dan zien en dan kunnen ze met de lucht weer die dingen uit de lucht schieten. En daar hebben ze een hele partij van die nachtkijkers nodig. Wij hebben er met ons bedrijf eentje van gekocht. En zo probeert iedereen zijn steentje een beetje bij te dragen. Stichting Kiev de Leeuw werkt ook nog steeds. Dus wij met deze stichting helpen ook nog steeds mee. Dus is het groot warenhuis met de stichting leeg gehaald met jullie hulp. Dat komt allemaal weer goed aan bij veel kinderen zijn er heel blij mee, vluchtelingenkinderen. Goed, onze stichting werkt gewoon door, ook ter ondersteuning van het leger. Dus donaties zijn ook nog altijd welkom. Stichting De Leeuw Kiev. Велика подяка громадянам Нідерландів за надані іграшки на ялинку дітворі. Дуже допомогу та підтримку.